hier vandaag omdat Animal Rights een wereldproefdierenmars heeft georganiseerd. En het is woensdag Wereldproefdierendag en het is zo ontzettend belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ik vind het zelf iets wat bijna een ondergeschoven kindje is. Mensen denken er veel te weinig over na. In Nederland zijn er het afgelopen jaar 18% meer dierproeven gedaan dan het jaar daarvoor. En er moet een grote verandering plaatsvinden. En ik ben heel erg blij dat Animal Rights deze dag heeft georganiseerd en dat er zo ongelooflijk veel mensen op af zijn gekomen. Want het geeft toch een beetje hoop in wat ik vind donkere dagen. Fijn om te weten dat er al steeds meer bewustwording is. Zowel ook bij de politiek en in de wetenschap ook. Maar ik denk dat het goed is dat we de druk op blijven zetten. Dat het gewoon op een andere manier kan. Onacceptabel dat er nog steeds zoveel dierproeven in Nederland plaatsvinden. Daar moet gewoon echt een einde aan komen. Want ze zijn en niet effectief en het veroorzaakt gewoon enorm veel leed. En het doet mij dan ook goed om te zien dat we hier met superveel mensen zijn om uit te spreken tegen dierproeven.